Voilà, we hebben nog eens zon. Nog altijd totaliteit 10 voor 11 dus. U ziet de wolken voor de zon bewegen. Toch is dat van wat als je camera kijkt. Een van de jongens stil. Zolang als je het doet, hoor. Zwaar volk niet opklaringen, voor de zon dan toch. Heb je al eentje gecontroleerd ook? Of, Je kan die controleren, hè? Dat... Nu is het lang genoeg dat je kunt mikken. Hier heeft gezitten voor degene die moeilijk had. En dan zag ik nu geen ogen in. Blijf dat gewoon? Maar ik heb er toch eens ik zei ze vergeten. Nee, niet doen. Even dan. Maar nu is het te zien, dus nu kun je kijken. Ja. Kijk je maar eens. En je ziet het zonnevlekjes. En als er te veel zijn, dan verdwijnt de zon even op beeld. Rechtsboven is zo zonnevlekje. En dan links beneden erop. Dat de wolkenbanden te dik waren. Gezien? Stukken uit, hè? Aan de bovenkant? Of aan de bovenkant, boven links. Zie je het heel schoon. Ah ja, nu zie ik het ook, ja. Hier zie je het heel mooi. Dus eerst contact is geweest. Zie je het? En een stukje uit. En dat wordt altijd maar groter en groter. Mooi, hè? Je ziet de schone zonnevlekken. 80% kost nog schijnen. Dus qua helderheid voelde dat totaal niet. De maan gaat er zo schuin overgaan, hè? Zo, en dan gaat ze weg. Als het de wolken even weg is, dan ziet het goed uit. En dan komt de wolken weer terug en dan is er even pauze. Een goede vergroting daar? Ja. Wow. En toch trek ik dat zo, joh. Ik kan de zon nog altijd zien als er is. Kunnen we de Roger kijken? Je kunt de kraters op de maan zien. Je ziet de gekastelde rand, hè. Daar was er weer voorbij. Echt korte fragmenten. Het is een amusement. Op de sterren wacht. Het zijn dikke wolken. Het ziet er prachtig een hap uit, joh. En je ziet de randjes, de kratertjes van de maan zien schoon. Dat was het weer zeker. En je ziet mooi de zonnevlekjes, hè? Ja. En als je ziet, zie dat de rand niet volledig perfect is. Je ziet de karteltjes erin van de kratertjes, hè? En nu is het mooi, hè? Ja, rechtsboven heb je er. Linksonder heb je er. Dat is schoon beeld, hè? Karteltjes zie je heel goed, hè? Je ziet echt de kratertjes. Nu zien ze echt scherp. Dus de kratertjes van de maan, die rand, hè? Je ziet er bubbeltjes op, hè? Ik zal terug een beetje bijstellen. Maar hebben ze het gezien? Ja, ze biedt over dat zonnevlekje schuiven. Dus onder de onderkant zit de zonnevlekje in. En ze gaat er overschuiven. Dat zonnevlekje verdwijnt eigenlijk. Hè? Is dat gelukt, dat fotograferen? Dat zal de enige zijn waar het eventueel door lukt. Hè? Het maximum is voorbij. Je foto, dat is mijn centrale. En daar zit ik al de rest op. 10 uur is het gedaan. Ja, het is al 20:12. Dus hier in het echte beeld. Hè? Dat is fake. Al die telescopen, dat is allemaal fake. Hier zie je het echt. Dat is inderdaad de enige dag. Zie je hoe dat... Nee, met de camera's ook, hè. Kijk eens, die draaien alles op z'n kop. Op de mast dan s'avonds stonden de collega's met de telescopen en ik stond met deze. En dan komen de mensen bij mij zien en we stonden allemaal op de maan. Zo, hè. En dan zeggen de mensen, meneer, die maan stond hier verkeerd. Nee, madame, die maan stond hier juist. Daar stond ze verkeerd. Maar je ziet ze echt schuiven nu, hè? Mooi. Door mij kunnen doorzien, hoor. Ik ben heel transparant. Dat zonnevlekje is verdwenen. Je zou daarna terug moeten zien, maar ik weet niet meer. De man heeft dat meegepakt. Het wordt moeilijk om te zien wat er nog is, hoor. Dus het wordt heel smal. God, dat een klein hapje. Ja. Een heel klein hapje. Op mijn schermpje zie ik het eigenlijk al niet meer. Ja, je ziet het schoon. Het is bijna al zover, mannen. Je ziet het echt krimpen al, hè. Je ziet echt die twee randjes naar elkaar toe kruipen nu, hè. Het is bijna al zover. Nog altijd. Het is over. Ja, nu is het maar eerst over. Het is echt al eens een stukje weg. En dan en ineens weg, hè.